Dat je ook echt zo snel aan het vervellen bent. Ja, I know. Bizar. Ik ben ook echt heel hard verbrand. Je ziet ook gewoon vlokken in de lucht. Welkom weer bij een nieuwe video van Gamersnet. Dit is Tom, ik ben Daniel en dit is Gamersnet Gear. En je denkt misschien, wauw, wat staat hier? Een hele grote ruit staat hier. Het is echt bizar. Dit is Gamersnet Gear over de Omen X van HP. Ja. En, Omen is een soort submerk. Ja. X is letterlijk, de X is zeg maar het type nummer of het modelnummer. En het is van HP. Ja. Die je ook gewoon kunt kennen van printers en laptops. Maar dus ook dat soort dingen. Lijpe game-PC's. Ja, en laten we maar brand los. Dat design, waar slaat het op? Het is, nou ja, de X zit erin. Die kun je erin zien. Ja. Daarom heet het de X. Maar het is inderdaad, je zag het ook al in de unboxing. Dit is een bizar apparaat. Want één, hij weegt bijna 30 kilo. Twee, hij is ongekend apart gedesigned. Het is echt een soort blok, een soort kubus. En drie, dit staat niet zomaar onder of op je bureau. Hier moet je eigenlijk een speciale kamer voor hebben. Of gewoon, weet ik veel, een bureau van 8 meter breed of zo. Dan ziet het er een beetje goed uit. Want het is echt, als jij op een klein studentenkamertje woont, alsjeblieft ga hier niet aan denken. Want het ziet er niet uit. Bij mij ook. Nee. Ik moest een speciaal tafeltje naast mijn bureau zetten om nog ruimte ervoor te hebben. Ja, hij is echt bizar groot. Maar wat vind je verder van? Wat vind je van design? Het is wel een keer wat anders. Het is inderdaad heel anders. En het is ook leuk, want het blijft natuurlijk zo'n custom build PC. Maar zo ziet hij er ook uit. Maar je kunt hem alsnog wel gewoon openhalen en je kunt wel apparatuur of in ieder geval hardware ook nog vervangen. Dus dat vind ik dan wel weer netjes. Ze hebben het zelfs zo gemaakt dat het is zo ingedeeld dat deze topruit is een beetje je CPU. Deze ruit is je GPU. Hieronder zit de power supply unit. En hier heb je aan de rechterkant voor de kijker, heb je dan ook nog een soort van hot swap HDD drives. Dus het is niet alleen maar zo van, oh, we maken er een kubus van. Het is ook nog zo van, oh, oké, we delen hem op in een soort compartimenten. Dat en dat is best wel goed gelukt ook. Ja, ik vind hem in ieder geval heel bruut staan eigenlijk, mits je er inderdaad een juist huis voor hebt. Ja. Dat is het. Ik vind het wel een keer even totaal wat anders. En het is alsnog niet heel extraordinair of zo. Nee. Je hebt van die kassen met ruiten en allemaal gekke dingetjes. En dit is best wel nog een strak. Het is subtiel, behalve dat het enorm groot is. Het is wel gewoon subtiel. En natuurlijk kleurtjes. Hè. Je hebt hier voorop. We dachten eerst dat het alleen maar rood was. Maar je kunt allerlei verschillende dingetjes met de kleuren instellen. En dat is dus ook leuk, want ik heb dus nou bijvoorbeeld, je kunt het heel slecht zien. Maar alle ruiten staan zeg maar voor de lood en de temperaturen van de CPU en de GPU. Dus zo kun je op die manier kun je ook in het design, je kunt naar je computer kijken en zien hoe die het doet. Ik heb een paar keer op gestreamd. En dan kijk ik gewoon naar rechts en zag ik zo van, oh, de CPU doet het nou nog prima. Maar de GPU wordt wel iets warmer. En dat kun je dan gewoon daaraan zien. Dus dat is wel heel. Dat is wel nice. We hebben het al een keer over ledjes gehad, dat best wel overbodig is vaak als fabrikanten overal ledjes inbouwen. HP, dit vind ik dan nog enigszins nuttig. Dan vind ik het leuk dat die kleurtjes iets kunnen, Oké, verder over de prijs-kwaliteit. Ja, het is geen goedkoop ding, maar functioneert het daar dan ook naar? Nou, het is natuurlijk super high-end. Toen hij net op de markt kwam was hij €3000. Nu is hij gedaald naar zo'n €2800, €2900. Maar daar krijg je dan wel heel veel dingen voor terug, want even qua specificaties. Je krijgt een GTX 1080 van Nvidia zelf, een Intel Z170 chipset, 16 gig aan DDR4 RAM geheugen, met nog twee slots erbij, dus je kunt nog uitbreiden tot zeg 32 of 64 of zo. Nice. Intel i7 6700K op 4 gigahertz, 2 terabyte harde schijf, ook nog hot swappable dat je er meer in kan, en een M2 SSD van 256 gig. En dat is zo'n beetje alles wat erin zit. En dat is een mond vol. Dat is een hele mond vol. En dat is ook de reden waarom ik de komende 6 maanden geen seks heb. Maar goed, dat werkt wel allemaal perfect. Dus dat is super leuk. Maar je hebt natuurlijk de nodige benchmarks gedaan. Draait het allemaal of had je af en toe nog iets van... Nee, absoluut. Het is wel een high-end systeem. Tuurlijk, je had er nog een tweede 1080 in kunnen schuiven. Je had het nog zoveel duurder kunnen doen. Maar... het werkt natuurlijk prima. Zeker als je bedenkt dat die prijs is ongekend hoog. En voor diezelfde prijs bouw je zelf een beter systeem. Weten we allemaal, jalalala. Maar het deed echt heel goed. Sterker nog, ik heb Firestrike opgedraaid. Benchmarks die ook waar je op het scorebord terechtkomt. Okay. Dit model, het kost je dan wel bijna 3K. Maar dan zit je ook meteen bovenin de Firestrike scores. Want dit model scoorde namelijk beter dan 93% van alle andere computers die ooit die test hebben gedraaid. Dus dan heb je wel zoiets van... Oké, je portemonnee is wel zeg maar €3000 lichter,
Maar je internetpiemel is er wel aardig op gestegen, zeg maar. Dus dat is een zeker ding, ja. Dan hebben mensen echt zoiets van, wow! Ja, nee, maar dat is het ook vooral. Ik zeg ook al, je moet een enorm bureaublad ervoor hebben. I know. Je moet er een enorme portemonnee voor hebben, maar dat is ook... Dit heeft een hele aparte doelgroep, dit ding. Als jij een gamer bent die gewoon graag zijn eigen PC samenstelt, doe je ding. Dan heb je voor 3000 euro heb je iets veel mooiers. Ben je echter een beetje een extravagant persoon met heel veel geld en misschien is James Bond zeg maar je aartsvijand, dan is dit wel... Als jij in een vulkaan woont, dit is je jam. Als jij zeg maar zo'n waterval van lava achter je hebt en dan zo'n hele grote brede gelakte eikenhouten tafel... Why must I be surrounded by freaking idiots? Dan is dit je jam. En dan hoef je ook niet moeilijk te doen met dingen vervangen, want je weet dit ding draait gewoon heel erg goed. Maar ja, in andere woorden, dan ben je wel een rijke stinkert en ik weet niet, misschien dat Daniel Craig je ooit opkomt jagen. Ja, en dan kun je jezelf Omen X noemen. Ja, de bad guy. Ik vind Omen X klinkt ook wel een beetje als Omen X klinkt als een soort van, weet je, als zo'n superdodelijk virus of zo, wat ze dan los gaan laten. Release the Omen X. Yes, Mr. Bond, welcome. Look at my PC while I inject you with Omen X Venom. Misschien kan het. Ik heb het idee dat ik jou niet overtuigd heb. Keiharde viruspomp of zo. Ja, 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 I don't know. Heb jij nog wel een kleine kanttekening of zeg je ze van, wow, het is wel echt een super lekker systeem? Het is een super lekker systeem, maar de twee kanttekeningen zijn natuurlijk de prijs en de grootte. Want je moet hier de ruimte voor hebben en ook wel flink wat ruimte in je portemonnee of op je ING bankieren app. Dus dat zijn een beetje de minpunten, maar verder, hij houdt zichzelf cool met waterkoeling. Er zit gewoon top-notch shit in at the moment. Het design is super uniek en leuk gedaan. Maar ja, je moet wel dus gewoon flink lappen en in een vulkaan wonen. Ja, oké. Ja, dat was de Gamers at Gear voor deze week. We mogen waarschijnlijk een uitgebreid artikel verwachten. Ja. Waarin jij dieper ingaat op je kunt ook nog doorklikken naar de unboxing. Want die, als je die nog niet hebt gezien, dan zie je hoe ik mijn rug breek door de dingen uit de doos te halen. Inderdaad. Tot 3 keer toe, want toen heb ik het gedaan, weer terug in de doos, toen naar huis, getest, toen weer hier naartoe. Dus geen zorgen, ik heb straks een hernia. Ja, maar dat geeft niet, want het is wel de Omen X. Nee, ja, lees vooral ook de geschreven review van de Omen X van AP. En ja, oordeel zelf. En tot snel op gamersnet.nl. Ja. En we zijn er volgende week weer met een nieuwe Gamers at Gear. Cheers. Dit is Daan. En dit is Tom. En dit is Omen X. Het was niet goed dichtgemaakt, zie ik wel.